Yo, gasten van Almost Normal, mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag heb ik gewoon eens een keertje een legit-ass vlog. Wat ik eigenlijk nooit echt doe, want meestal heb ik wel gewoon een bepaald thema aan een video hangen of een bepaald iets. Maar vandaag ga ik gewoon letterlijk vloggen samen met Nora! Oké, en dat is Nora. Vanavond is een heel erg leuk ding op de planning staan. Ik ga namelijk naar een theaterstuk van vrienden en waar ik echt heel erg veel zin in heb. En daardoor dacht ik van, hey, misschien is het wel leuk om dat eens te gaan vloggen. Ik ga naar de kapper, naar de dierenwinkel. Het is inmiddels zo'n 2:30. Ik ga lekker uit eten. Ik ga allemaal leuke dingen doen, dus ik heb er in ieder geval super veel zin in. En nu ga ik lekker een koekje eten. En dat wordt niet zomaar een koekje. Nee, een Slovaaks koekje. Ja, dit heet Fidorka. Het is eigenlijk een soort van Milka chocoladekoekje. Maar dan is het anders en dit is de kokossmaak. Is inmiddels ook al wel een goede halve maand over datum. Maar dat zal de pret vast niet lusten. Het is toch alleen maar suiker en chocolade, dus het zal vast wel goed zijn. Ik ben heel benieuwd. Nou, deze koekjes kennen we natuurlijk allemaal wel. Vroeger had je ze ook van Prins, die waren echt heel erg lekker. Dit is dus van een ander merk met kokossmaak. Ik wist niet dat dat er überhaupt was. Deze heb ik gekregen van mijn Slovaakse collega. Ik heb trouwens hier nog twee andere kleuren ook. Geel en groen. Maar we gaan eens even proeven. Misschien, ik hoop dat het lekker is. Ik ben benieuwd. De reactie die ik net had was misschien een beetje overdreven. Ik ben nu wat meer gewend aan de smaak. Het is een soort van het chocoladekoekje van de Milka. Samen met zo'n suiker-kokos-suikerkoekje. En eigenlijk is dat best wel oké. Alright, we zijn onderweg. Het is tijd om lekker naar de kapper te gaan. Eindelijk gaat het haar er weer even af. Ik moet zeggen, ik heb dus vanmiddag gespendeerd aan het kijken naar Stranger Things. Het nieuwe seizoen is uit en ik moet wel eerlijk zeggen, het is wel weer lijp. Nou, hier hebben we het hoor. Chicken meal, chicken, chicken. Lekker. Normaal doe ik dit soort dingen met vrienden. Nu ben ik alleen. Nu is het toch wel wat meer awkward of zo. En nu gaan we even kijken bij die vogeltjes, want die zijn ook super leuk hier. Hallo. Ga je hallo zeggen? Ik vind dit soort zulke vette beesten, hè? Kijk wat een steadiness in het hoofd. Nou goed, dat denk ik ook altijd. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb nog haar. Yes, we hebben het nog. Kijk, wauw. Wauw, wat is het toch prachtig. We zijn nu onderweg naar het restaurant, want dan gaan we lekker eten. Let's go. Hi. Hallo, hier is generaal Gillian. Gillian, laat mij niet naar binnen. Eet smakelijk. Dankjewel. Ja. Je hebt met dat vloggen voor... Is dit voor jouw vlog? Dit is voor mijn vlog. Oh, wat cool. Koop het boek. Tom, dit ben ik. Oh ja, over zelfpromo gesproken. Vergeet niet op het abonneerknopje te klikken. Zou ik super chill vinden. Let's go. Lekker tomatensoepje. Nou, wij hebben als hoofdgerecht een runderstoof. Wij dachten, we komen hier keihard burgers, chappel en saté, maar het menu was al besloten. Dus daar hadden we even dikke pech. Broodje saté, komt dit op de tv. En Sam, hoe smaakt die? Ja, het is wel gezond. Nou, een review van deze. Nou, is dit lekker? We gaan erachter komen. Dat was het toetje, maar die is zo weer op. Was wel lekker. Kennen jullie haar nog? Dit is die meid die mijn kaart had gefriendzoned in mijn taartvideo. En toen was het theatertijd. Daar zitten ze dan. Oké, Elise staat en daar zit Luc. Deze kennen jullie al, Luc van die taart. Maar voor haar, die mij gewoon weer friendzoned. Ja. Gaat het met je? Ja, hard gebroken, maar voor de rest kan wel beter. Sorry, ik krijg even een plaatje. Nou, we zitten in de zaal. Het is tijd voor treden. Als er een romantisch moment is, gaat er allemaal tussen ons gebeuren. Oh, ik dacht dat ik deze dan. Dit is Fred. Hij is van Ziggo Zakelijk. Not sponsored. Wat wil jij kwijt aan de Endfab, Fred? Hi, vlog! Ik ben Fred! Je weet dat je nu gewoon zo letterlijk zo op internet komt te staan, hè, Fred? Hoi! Jesse, wil jij nog wat kwijt? Ik heb een blauwe tong. Tot zover goede content op dit kanaal. Oh ja. Jiggle, jiggle, it falls. I like to see you wiggle.
Oh, wacht even. Er is nog meer. Ja, go for it. Hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Maar het is niet grappig. Dankjewel, Gillian. De double cheeseburger is back. Mijn favoriete burger bij de Mackie. Ze hebben daar... Oh, ik zou een uitverpakking halen, Barend. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. En dat liedje, dat gaat zo. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. En dat liedje, dat gaat zo. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. En dat liedje, dat gaat zo. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. Ik ken een liedje dat de mensen irriteert. En dat liedje, dat gaat zo.